Als het wijd, dan wijd het in Montfort nog net gaat helder. En ook afgelopen zondag had je de spelers van zowel Toes Club SNA als de gasten uit Ohee en Laak veel last van de wind. Walburgia kwam op bezoek bij de ploeg die de twijfelachtige eer had om de rode lantaarn van het amateurvoetbal in Limburg in de hand te hebben. Montfort speelt in de leegste klasse en hij heeft nog geen enkel puntje gehaald. Geen wonder dat het publiek het massaal liet afweten op deze stormachtige herfstdag. Walburgia uit Ohee en Laak is een ploeg die wel potten kan breken in de vierde klasse C. Nadat de zesde klasse vorig jaar verdween, is het krachtsverschil in de vierde klasse een stuk groter geworden en Walburgia hoort in ieder geval niet bij die aaie zesde klassers toes. Dat zou ook blijken tegen SNA. Montfort scoort gewoon heel moeilijk, ondanks dat het veldspel niet eens zo slecht is. Verdedigend lukt de ploeg echter de deur soms wagenwieden op staan en een beetje tegenstander profiteert er optimaal van. Al 49 keer moest de keeper van Montfort de bal uit het net halen en aan Walburgia de twijfelachtige eer om de 50ste te maken. En daar zou er dan ook komen, de 50ste tegentreffer van Montfort in die eerste helft. Het is verdediger Stan Bekskens die nog een klein half voor spelen maar eens op avontuur gaat. Hij leut half Montfort achter zich en holt dan maar eens uit. En binnen. Wat een prachtige actie van de verdediger van Walburgia. Zo moet het. En nadat de gasten op 0-1 zijn gekomen, is de band dan ook gebroken. Nog 3 doelpunten zouden er komen. Treffers van Danny Bongers en 2 keer Stef Huisman. Die zorgen voor een 0-4 overwinning voor Walburgia. Dat daardoor op een keurige 6e plek terechtkomt in de 5e klasse C. Montfort wacht, zoals bekend, nog altijd op het eerste puntje. En dat komt er misschien komend weekend wel als ze op bezoek gaan bij een andere leegvleger, Schlekker Boys.